Afgelopen weekend was er in Amsterdam ook het High Life Festival. Een soort cannabis cup waarbij coffeeshops met elkaar wedijveren om te bepalen wie de beste hash, cannabis en dat soort dingen levert. Altijd een geanimeerde toestand, deze keer in de Melkweg, met zoals u ziet veel alternatieve vormen van marihuana gebruik. We gaan praten met Ellen Dronkers. Hij is van het Hash en Marihuana Museum op de Ouderzijds Voorburgwal. En we praten natuurlijk over de ontwikkelingen in de business. Hij is onder meer ook betrokken bij Sensi Seed. Een ontwikkelaar, kweker van hennepzaad. Ja, we zitten hier op de High Times Cannabis Cup. Zo'n gelegenheid, het zijn een paar keer per jaar van dit soort gelegenheden, waarbij de coffeeshops met elkaar wedijveren over wie de beste wiet heeft. We praten met Ellen Dronkers. En jij bent betrokken bij Sensi Seed. Is het nou niet zo dat wat al die coffeeshops verkopen eigenlijk allemaal van dezelfde zaadjes komt? Nou, in wezen wel. Ik bedoel, die genetica-revolutie die heeft natuurlijk plaatsgevonden begin jaren 80. Toen onder andere mijn vader en een aantal mensen op zoek gingen naar die zaadjes. En er met name ook veel genetica vanuit onder andere de Verenigde Staten naar Nederland kwam. En wat je dus eigenlijk ziet is dat het meeste materiaal van vandaag de dag de ronde doet, gebaseerd is op datzelfde materiaal. Als je zegt materiaal, dan bedoel je zaadjes die ze toen in die tijd bijvoorbeeld in Pakistan gingen zoeken. Ja. Er was natuurlijk een bericht dat Pakistanen hadden ze goede hash. En dan gingen ze daar naar plantjes zoeken. Wat namen ze mee? Zaadjes of plantjes? Zaadjes. Er zijn niet alleen Pakistan, maar Afghanistan. In verschillende landen zijn uiteindelijk zaden vanuit verzameld. En wat er hier uiteindelijk gebeurd is, is dat die meestal pure soorten weer gekruist werden. Dus, en daar ontstonden hybrides uit die weer een andere. Dus dat is zeg maar het klassieke Aalsmeerse werk. Kruisen en dan de slechte weggooien en de goede bewaren en de grote dikke. Hoe heet dat spul? HTCNR? Nou, TCA? Nee, nou, je neemt dus sowieso is geselecteerd natuurlijk op de bloemvorm. En er is ook wel degelijk gekeken naar hoe vet die planten zijn in hun uiterlijk. Omdat dat voor de kwekers hier in Amsterdam belangrijk is en voor de coffeeshops. Maar tevens zien we vandaag de dag dat diezelfde planten natuurlijk belangrijk zijn voor de patiënten. En het interessante is dat wij dat medische verhaal al zo'n 8, 9 jaar geleden ook stonden te vertellen. En dat mensen zoals u en een heleboel andere journalisten dat eigenlijk niet wilden horen. En dat is voor ons toch wel een van de dingen die mij het meest gelukkig maakt. En voor ons ook heel langzamerhand is dat er dus door. In Amerika heb je Proposition 215 in Californië. Precies. Met veel moeilijkheden, hè, want de nationale regering is er nogal tegen. Die dreigt met allerlei maatregelen. Maar langzamerhand komt dat dus op gang. Wat ik hoorde is dat ze in Nederland om medicinale hash te importeren, dat ze dat weer uit Amerika moeten halen. Ja, in eerste instantie wel. En dat heeft te maken met het feit dat Amerika al heel vroeg een bureau heeft gecreëerd. Dus een bureau van de overheid die toeziet op de productie daarvan. Nou, dat kan in wezen elke regering die toenertijd in 1961 getekend heeft bij dat enkelvoudig bedrag. Die kunnen in principe zo'n bureau beginnen. En dat is waarom ook minister Borst gepleit heeft voor zo'n bureau. En omdat dat de enige manier is waarop de overheid de medische cannabis kan reguleren. Legaal kan maken en in wezen in de toekomst kan zo'nzelfde bureau in wezen ook functioneren voor uiteindelijk de markt en de coffeeshops. Ja, want dat is nog steeds het verhaal. Je mag het via de voordeur allemaal keurig verkopen. En niet te veel, geloof ik, 5 gram of zo. Maar via de achterdeur mag je het niet per kilo binnenhalen. Ja, er zijn wel meer punten in het beleid die we hypocriet kunnen noemen. De achterdeur is er daar één van. Maar aan de andere kant zien we ook dat de coffeeshops zich ondertussen aan allerlei regels moeten houden en belasting moeten betalen. En dat er dus een heleboel gereguleerd is, sinds het woord legalisering een soort van taboe was geworden. En die regulering, dat is eigenlijk een soort, dat zijn eigenlijk allemaal een soort van middelmatige repressieve maatregelen
Die belasting betalen moet natuurlijk iedereen in Nederland, of niet? Ja, natuurlijk. Maar kijk, iedereen in Nederland heeft daar ook wat voor terug. En dat is een rechtspositie. En we kunnen zeggen dat coffeeshop-eigenaren tot vandaag de dag in wezen wel belasting mogen betalen, maar geen rechtspositie hebben. Wel lekker, niet alleen hier op deze cannabis business. Cannabis, maar heerlijke ijsjes ook nog. Lekker. Ja, nou ja, je ziet het, hè. Zoete hapjes, dat is altijd aantrekkelijk voor mensen die cannabis roken. En het is ook een van de redenen waarom bijvoorbeeld patiënten cannabis gebruiken die heel erg ziek zijn. Omdat het de eetlust opwekt. Dus het is, dat is een van die medische toepassingen. Als je leidt aan ernstige ziektes of als je bestraald wordt en daardoor zeg maar normaal heel slap zou zijn. En je neemt af en toe een stikkie, dan brengt dat je tot rust. Maar het bevordert ook de eetlust. En dat is bijvoorbeeld voor aidspatiënten dan weer in het totale ziektebeeld heel goed, dat ze een beetje meer eten. Nou, en jaren terug hebben we dus gewezen op dat sensiziet in wezen ook een heel belangrijk genenbank is geworden. Mede voor die medische toepassingen. 5, 6 jaar geleden, 8 jaar geleden werd dat absoluut niet serieus genomen. Maar nu zijn we op het punt gekomen dat je ziet dat sowieso de minister duidelijk is geworden dat er wel degelijk heel wat aan de hand is. De artsen, de patiënten. Er is een enorme sneeuwbal aan het groeien als het ware van informatie. Ik weet niet of u de laatste tijd wat van die programma's op televisie gezien heeft waar medische marihuana ter sprake komt en patiënten in wezen vertellen over hun ervaringen. Dat zijn een soort van, bejubeling van deze plant als medicijn. Nou, wij waren al heel erg lang op de hoogte vanuit het museum. Ik heb namelijk ook toen ik in de. Want jullie hebben dus hier in Amsterdam het hash en of marihuana museum, hè? Ja, precies. En mijn werk is, dus ik ben ook conservator voor dat museum. En van het begin af aan dat ik in wezen voor mijn vader ben gaan werken en ook bij het museum betrokken was, heb ik me dus toegelegd op het lezen van allerlei boeken en ook de Nederlandse vezelhennepgeschiedenis. Dat is nog een heel verhaal. Hè? Je vader wordt ook bezig met de propaganda van die hennep als vezel, want hij wil daar grote papierfabrieken voor maken of kopen of ontwikkelen. Ja, als, je begrijpt wel, nog een verhaal. Inderdaad, een verhaal. Als je 8 jaar geleden ons verhaal hoorde, dan was het ook ongelooflijk. En zelfs vandaag de dag is het nog steeds ongelooflijk dat het allemaal zo is. Dat die plant dus zowel in de geschiedenis. Ik heb gezegd, geen gouden eeuw zonder de henneplant. En dat kan ik bewijzen en aantonen. Die henneplant werd toen gebruikt voor touwen en zeilen en al dat soort dingen. Ja. Maar ergens in het begin van de 30 jaren in Amerika, bij de drooglegging en in de invloed van meneer Hearst met al die films, weet je wel, Marihuana, The Devil's Weed, is dat in het verdomboekje geraakt, want dat was een bedreiging voor de houtbouw. En daarmee zijn dus allerlei goede eigenschappen van hennep. Niet alleen dat ik cannabis en THC uit kunnen halen, maar dat je er dus ook kleren en nou, wat kunnen ze allemaal niet van maken? Nou, papier, het is eigenlijk een grondstof waar je, als we echt zouden gaan zitten verzinnen, dan kunnen we wel 50.000 producten bij elkaar optellen waar hennep een onderdeel van zou kunnen zijn. Ja, dat is waar. Maar ik moet even wat laten zien, want dat haal ik nu even uit mijn zak. Precies. Ik heb hier namelijk hennepbier, mensen. Ja, dit is een limonade. Oh, dit is een limonade. Nou ja, het lijkt toch een beetje op bier. Ja, maar dan zien we dus allerlei dingen. Shampoos, bier, limonade, snoepjes, kleding, noem maar op. Een van de interessante zaken ook weer is dat het hennepzaad een heel erg voedzaam product is. Wat dus heel gezond is voor de mensen. Een van de, we gaven het toch altijd al aan de vogeltjes wel, hè? Ja, dat was, het is ook wetenschappelijk bewezen als het beste zangzaad wat er voor vogels is, voor zangvogels. Maar waar het om gaat is dat er dus bepaalde belangrijke vetzuren en proteïnen in het zaad aanwezig zijn die we nergens anders in vinden. Behalve bijvoorbeeld in moedermelk en dergelijke. En het interessante is dat van de vetten en de oliën die we dus konden consumeren, dat uiteindelijk hennepzaad het meest gezonde is van alles wat we kunnen eten. Dat zijn weer niet dingen die ik zeg, want zoals in het verleden wij op dingen gestuurd waren, was het niet alleen dat wij dat vertelden dat het zo was. Nee, daar hadden we wel degelijk allerlei bronnen, professoren in Amerika en in Europa die allerlei dingen hadden gezegd. Maar ja, wij zijn als museum toch, ja, vooral in het begin niet echt serieus genomen. Het was toch een beetje van, ja meneer Dronkers, rookt u nog maar een jointje, want het is een mooi verhaal. Het is een mooi verhaal en dat doet hij voor de handel. Zo hebben we ook eens een kerk gehad op de Wallen. En de Duivelskerk heet het geloof ik, maar dat ging ook om het ontwijken van de belasting.
Dat marihuana hebben we natuurlijk de laatste 30, 40 jaar in Nederland een beetje in het verdomme hoekje gestopt. Maar in de geschiedenis komt het al voor. Hoe lang geleden is bekend dat hennep of marihuana of hash of gebruikt werd? Voor het gebruik als medicijn. Of voor gebruik als bedwelmingsmiddel, droomopwekker? Nou, de oudste geschiedenis waar we dus echt kunnen terugvinden is bij de Skieten. Herodotus heeft daarover geschreven. Precies. En dat was 400 voor Christus ongeveer. En toen zei ze, die Herodotus, hebben ze jarenlang verguisd. Die man, 18, lulde een beetje uit zijn nek. En wat gebeurt er, geloof ik? En ze hebben een jaar of 20 jaar geleden hebben ze ergens gevonden zo'n harstentje. Ja, nee, dat is ondertussen al meerdere plaatsen hebben ze dus cannabiszaad en van die branders gevonden. Waar dat dan op kolen, zeg maar, smeulde. In een soort van tentjes. En als ze dan gewonnen hadden, dan gingen ze even aan de hash. Ja, en ook bij, zelfs als iemand overleden was, begrijp ik, dat gebruikt werd. Er zijn allerlei andere aanwijzingen dat er allerlei culturen waren waar hash gebruikt werd. Niet alleen in Azië, waar dat dus al heel ver terug gaat. Inderdaad, bijvoorbeeld de Veda-geschriften waar cannabis ook geroemd wordt als een heilige plant. Maar bijvoorbeeld kunnen we toch terugvinden bij iemand als François Rabelais, een Franse monnik. Die schreef al 500 jaar geleden ook over deze plant als een wondermiddel en een heilige plant. En hij gaf ook in zijn schrijven in wezen aan dat de mensheid in die tijd al op allerlei manieren van die plant gebruik maakte. Ik weet niet of je het Amerikaanse boek The Emperor Wears No Clothes kent van Jack Herer. Nou, hebben we wel eens geïnterviewd hier tijdens de Cannabis Cup? Ja, nou precies. Nou, dan moet je je voorstellen dat eigenlijk zo'n boek, maar dan 500 jaar geleden, dat dus ook in die tijd al gesignaleerd is. En dat we nog steeds een heleboel mysteries zijn. En het gebruik dus aan zich in Europa. Nou moet je dus voorstellen dat voor 1492 is er voornamelijk gegeten. Dus dat wil zeggen dat er dus cannabis, mengsels en dergelijke koekjes, zoals die in Turkije voorkwamen, dat het wel degelijk gegeten werd. Bijvoorbeeld mengsels met honing en dergelijke. Na 1492 zien we dat er wel degelijk ook weer mengsels van hennep en tabak op de markt zijn. En een van de uitingsvormen daarvan zouden we terug kunnen vinden in de schilderijen van onder andere Adriaan Brouwer en Teniers bijvoorbeeld. De rokende boeren. Ik weet niet of je dat bekend is. Maar dat is een heel bekend thema in de 17e eeuwse schilderkunst. Waar je duidelijk kan zien aan die boeren dat ze bedwelmd zijn. En het is ook bekend. Niet op tabak gaat, maar om. Nou, dat is enigszins ook wel logisch. Want in het begin was die tabak natuurlijk heel erg duur. Dus was het voor de boeren en buitenlui niet weggelegd om puur tabak te roken. Dus werden er allerlei kruidenmengsels gemaakt die goedkoper waren. En onder andere is bekend dat is een boek waarin staat dat de VOC onder andere vanuit Indonesië ook tabaksmengsels met daarin hennep naar Nederland vervoerde. Ja, ja. Dus, en ik heb wel eens, Christian Reetsch in Duitsland heeft allerlei boeken geschreven over het bier. En dat in die oude eeuwen, dus voor geloof ik dat ze dat allemaal heel hygiënisch gingen doen, dat in Duitsland heel veel bijmengsels in bier zaten, waaronder cannabis of hemp. Ja, cannabis en hop zijn nu ook erkend als de enige familie van planten van elkaar. En het is inderdaad zo dat er dus in het verleden heel veel bier werd gemaakt waar ook cannabis in verwerkt zat, absoluut. Ja. Zeg, nou, want we kunnen eindeloos doorgaan natuurlijk, ja, over de geschiedenis van de cannabis. We hebben gesproken met Alan Dronkers, jij bent van het, zeg even de juiste naam. Ja, ik ben van het Hash & Marihuana Hennep Museum. En van zit op de? Dat is op de Ouderzijds Achterburgwal. En daarnaast zit het onze Sensi Seeds winkel. Waar ze zaadjes verkopen. Precies. Ja. Voor de mensen die thuis, maximaal 5 plantjes, beste mensen. Maar ik heb hele grote planten gezien. Helaas is dat ook nog steeds soort van illegaal. En, die 5 planten ook? Ja, nou ja, kijk, dat is weer zo'n punt waar we kunnen zeggen dat het beleid eigenlijk een soort van schizofreen is. En ik heb nog steeds hoop dat er ergens een keer burgemeesters beginnen nu om te roepen. Ik heb onlangs een programma bij BMW gezien waar het burgemeester van Beverwijk de woorden legalisering weer in de mond durfde te nemen. En terecht ook, want niet alleen burgemeesters zijn gefrustreerd over het Nederlandse beleid. Coffeeshop-eigenaren zijn gefrustreerd over het beleid. De blowers die merken er niet zoveel van, behalve dat de prijzen nog steeds eigenlijk te hoog zijn. En dat het eigenlijk onder hele rare situaties soms in andere steden wel gekocht kan worden en bij hun in het dorp weer niet.
Wat dan weer overlast levert voor die coffeeshops daar. Het is eigenlijk allemaal zo onzinnig en het werkt absoluut niet in de praktijk. Ja, maar dus met de euro en de toenemende Europese samenwerking zit er natuurlijk niet in dat dat allemaal soepeler wordt. Nee, nou ja, dat is ook de reden waarom de Nederlandse regering ervoor gekozen heeft. Om dat nationale drugsbeleid te verschuiven naar een soort gemeentebeleid. Waar dus elke burgemeester zijn eigen drugsbeleid kan gaan maken. Ze schuiven onder angst dat die Frans anders allerlei zeg maar, hele stringente maatregelen voorstellen. Zeggen ja, maar we hebben het nu naar gemeentelijk niveau gebracht. En daar heeft de Europese Commissie niks over te zeggen. Ja, dus op zich nog niet zo dom eigenlijk. Dat vind ik absoluut niet dom. En er valt dus absoluut wat voor te zeggen. Alleen het gevolg is gewoon dat het absolute chaos. Want de ene gemeente wel, de andere gemeente niet. Eén ding staat vast. In 1974 is in de Tweede Kamer vastgesteld dat er zo snel mogelijk gelegaliseerd moest worden. Dat werd er gezegd in 1974. Er moest zo snel mogelijk gelegaliseerd worden. Dat kon de Nederlandse overheid niet. Want toen de tijd was het Israël en de oliecrisis waarom Nederland zich niet kon voorlopen. Kunnen we dus dit jaar het 25-jarig jubileum vieren van de belofte van de Nederlandse regering om de marihuana te legaliseren. Ja. Nou, dat vind ik een mooie afsluiting. Nou, gaan we dat van de zomer vieren? Maar je moet ook begrijpen dat dus tolereren al een middenweg was. En dus eigenlijk al een soort van compromis was. En je kan dus niet blijven compromissen blijven maken op compromissen. Want dan creëer je wetgeving, of het nou paars is of niet, die in de praktijk niet werkt. En dan creëer je dus zinloos paars geweld. Dat is wat ik... Duidelijke uitspraak van Ellen Dronkers van het Marihuana Museum op de Oudezijds Voorburgwal. Ja, dank bedankt. Dank je wel. Vandaag uitgekomen. Thank you.